Zoals jullie zien is het bijna kerst. Dus bij kerst hoort kunstkerstbomen, kerstkransen, met verlichting, zonder verlichting en alles wat daarbij komt kijken. En daar ga ik nu wat over vertellen. Van de normale kunstkerstbomen heb je gangbaar twee kleuren. Groen en blauw. En de gangbare kerstbomen zijn allemaal van zogenaamde zachte naalden gemaakt. Dat is kunststof. Nou, dit zijn zeg maar de basis kerstbomen. Die zijn qua prijs-kwaliteit verhouding echt ontzettend leuk om te kopen en om in huis te zetten. Gangbaar drie soorten naalden die een verschillend soort effect geeft. Je hebt de standaard kunstkerstbomen die meer zachte naalden hebben. Die zijn vaak van kunststof gemaakt. Maar je hebt ook kunstkerstbomen die van weer wat harde naalden zijn gemaakt, zoals deze. Die geven bijvoorbeeld soms zo'n waterdruppelig effect bijvoorbeeld erop. Deze heb je in het groen, in het zwart en in het blauw en in het wit. En je hebt kunstkerstbomen die van echt kunststof zijn gemaakt, dat zijn deze. En deze heb je gangbaar alleen in het groen en in het blauw. Je hebt verschillende soorten kunstkerstbomen. Je ziet een collega van mij die bezig is om hem in elkaar te zetten. Qua LED-verlichting heb je bijvoorbeeld warm wit, maar je hebt bijvoorbeeld ook knipperverlichting en je hebt roze verlichting en party lights. Nou, noem maar op. Onderin de boom zit vaak de afstandsbediening. Die ga ik even. Kijk, dan heb je een apparaatje. En dan kan je bijvoorbeeld uitzetten. Je kan aanzetten. Je kan de felheid instellen. Nou, dat wisselt allemaal per boom. Dus voor ieder wat wils. En het is allemaal van LED. Gewone verlichting wordt niet meer verkocht. Kunstkerstbomen worden vaak op twee manieren in elkaar gezet. Dit zijn de meestal de standaard manier. Je hebt een piek, zoals deze. En heb je allemaal losse takjes. En die hebben allemaal een kleurcode. Let wel even op, zoals je bij veel bomen ziet, is dus dat wel het groen ook over het ijzer heen ziet. Dat je niet allemaal van die ijzeren takjes ziet. Nou, de kleur zwart hang je bij de kleur zwart. Zo bouw je de hele kunstkerstboom op. En uiteindelijk zet je de piek er bovenop. Heb je een gat, zorg wel even dat je dat gat zo dicht maakt, zodat al die takjes er nog even naar je toe kijken. De kunstkerstboom wordt op een andere manier in elkaar gezet. Al die takjes, die zitten vast, zie je? Die klap je zo in, die klap je zo uit. En dat heb je ook bij LED-verlichting kunstkerstbomen. Super makkelijk. Een kunstkerstboom moet je wel goed uitvouwen. En daar vergissen zich heel veel mensen om. Want als je een boom van 100 of 200 euro koopt, wil je wel een mooie kunstkerstboom. Dit is een voorbeeld van niet goed uitgevouwen. Hier zie je alsof er iets tegenaan is gelegen. Al die takken zitten de andere kant op. En deze tak is ook niet mooi uitgevouwen. Een kunstkerstboom en planten. Takjes groeien uiteindelijk altijd met hun puntjes omhoog, naar het licht toe. En ook wat meer volume erin. Dus als je er eventjes rustig de tijd voor neemt, kan je dus een kunstkerstboom veel mooier uitvouwen. En dan komt die veel meer tot z'n recht. Ik wil nu een paar bijzondere kunstkerstbomen laten zien. Je hebt deze, dus een basis groen model, maar die heeft witte puntjes gemaakt. Extra leuk effect, een keertje wat anders in huis. Dit is ook een bijzondere kerstboom binnen de standaard kunstkerstbomen. Deze heeft namelijk twee kleuren groen. Donkergroen en wat lichter groen. Dat geeft namelijk een meer natuurlijk effect. Andere bijzondere bomen is deze. Dit is een extra smal model tot ongeveer 50 centimeter onder. Nou, die wordt dan niet zo breed. Dit is ook een hele originele kunstkerstboom. Dit is een halve kunstkerstboom. Die kan je bijvoorbeeld tegen de wand aanzetten. Dus je hebt ook nog hele creatieve vormen bomen. Dit zijn de echte lookalikes kunstkerstbomen uit de skivakantie. Dit zijn gewone kunstkerstbomen met van die takken en het is dan van poedersneeuw opgespoten. Maar ook bij deze, bij poedersneeuw, dat laat altijd een beetje los, dus dat krijg je wel door je huis heen. Kunstkerstbomen en kunstkerstboomringen. Je hebt kunstkerstbomen in verschillende hoogten. Dit is een boom van 150 centimeter, maar je hebt ze van 2,15, je hebt ze van 2,60, je hebt ze allemaal verschillende soorten maten. Maar let eventjes op, in een tuincentrum lijken de kerstbomen kleiner dan bij jou thuis. Die boom is bijvoorbeeld 2,20. De meeste woonkamers hebben een plafond van 2,20 of 2,30. Dus daar kan je geen piek op zetten. Dus let er even goed op. Daarnaast heb je ook kerstboomringen. Want die pootjes eronder, dat ziet er niet uit. Kan je een kerstboomring kopen en dan kan je hem er zo in zetten. En zo ziet het een stuk leuker uit. Dit zijn kransen. Dit is gewoon kunst, zeg maar. Dus geen echte kransen. Daar heb je ontzettend veel soorten van. Je hebt bijvoorbeeld echt gigantische kransen zoals deze bijvoorbeeld. Maar je hebt natuurlijk ook kleinere kransen. Denk bijvoorbeeld aan dit maatje. Deze kan je bijvoorbeeld op je voordeur hangen. Daar hebben we ook van die kleppen voor dat je ze zo aan kan hangen. Alle kunstkerstbomen die wij verkopen zijn brandvertragend. Dat is ontzettend belangrijk.
Daarnaast qua garantie gangbaar. Bij de meeste kunstkersbomen zit de garantie op de naalden en op de boom zelf 5 jaar bij normaal gebruik. En op ledverlichting 2 jaar. Let op, niet altijd zijn vervangbare lampjes te krijgen. Dus daar moet je eventjes op letten. Dit was alles over kunstkersbomen. Je hebt dus ontzettend veel soorten. Denk even na wat voor kleur je wil, wat voor formaat je wil, of je wel verlichting wil, geen verlichting, wat voor naalden, zachte of harde naalden. Als je nog vragen hebt, mail me en volg ons op YouTube, want ik heb nog veel meer filmpjes binnenkort. Tot ziens!